auto bleef dus maar dichterbij komen, vol gas achteruit. En toen heb ik gelijk op de auto geschoten. Het was een rustige zondagochtenddienst. Ik reed tot de motor. Uiteindelijk komt er een melding van een woninginbraak. En de bewoner is daarbij bedreigd met een stroomstootwapen. De bewoner weet aan de meldkamer een goed signalement door te geven. Collega's slaan eigenlijk aan op het signalement van hey, dat kan wel eens die en die zijn, want die staat bij ons op de briefing en die is in beeld met mogelijke inbraken in die omgeving. En die persoon is ook vuurwapengevaarlijk. Binnen een aantal minuten zien collega's helemaal aankomen over de dijk. Dus die collega's besluiten van nou weet je, we zetten de dienstauto dwars over de weg en dan stoppen we hem en dan houden we hem aan. Alleen hij kwam zo hard aan over de dijk, dus die collega's duiken de berm in met de auto. En op dat moment komt hij echt op een paar centimeter na van de dienstauto voorbij knallen. Hij weet op dat moment dus weg te komen. Spaardenwoude is heel erg bosrijk, daar kan je overal verstoppen, er zijn parkeerplaatsen. Dus dat wordt echt wel een zoekactie om iemand daar te kunnen vinden. Na een aantal minuten zie ik hem rijden en ben ik achter hem aan blijven rijden. Heb ik een positie doorgegeven aan de meldkamer en doorgegeven welke richting die opreed. Op dat moment weet een andere dienstauto de brug te blokkeren, zodat hij daar gestopt kon worden. En die auto komt aan en die blijft vol gas doorrijden en die klapt hem vol achter in de dienstauto. Ik zie dat gebeuren terwijl ik erachter zit met de motor en ik dacht, oh jee, als dat allemaal maar goed gaat, is geen gewonden vallen in dit geval. Hij is verder richting IJmuiden gereden en op een gegeven moment sloeg hij af het Spaardenwoudengebied in. Ik heb voldoende afstand en op dat moment zie ik eigenlijk de auto heel hard remmen, de neus duikt naar voren en gaan ook de achteruitrijlichten aan. Onbewust wijk ik uit naar links en op dat moment besluit ik mijn motor te laten vallen. Hij blijft maar dichterbij komen en onbewust heb ik mijn handschoen uitgetrokken en trek ik mijn vuurwapen en schiet ik 9 keer op de auto. Hij is zo dichtbij dat het raam, achterraam kapot klapt en dat ook over mij heen valt. Hij klapte met zijn linkerachterkant net aan tegen een boom, waardoor hij eigenlijk niet over mij heen kon rijden. En de collega's komen op dat moment weer de hoek om en die zien mij liggen en zien eigenlijk nog net het vuur wat uit het vuurwapen komt van mij. En die denken, oh, Emiel is aangereden, dus die besluiten ook te schieten op de verdachte en hij weet alsnog weg te komen. Dat wordt een complete achtervolging en uiteindelijk eindigt hij op de randweg in Haarlem, waar hij klem gereden is. En is hij daar aangehouden en door ons getransporteerd naar het bureau. Ik ben heel rustig gaan zitten op een houten paal en ik heb eigenlijk mijn telefoon gepakt en ik heb naar het thuisfront gebeld naar mijn vrouw. En mocht ze wat horen, dat ik inderdaad geschoten heb. Achteraf hoorde ik van haar dat ze er echt geen touw aan vast kon knopen. Ze begreep wel dat het met mij allemaal goed was, maar wat er nou gebeurd was, dat heb ik wel gezegd, maar het was eigenlijk heel warrig en ik merkte ook dat ik heel erg hoog in mijn emoties zat. Ik was bijna dood, ben bijna aangereden. Heb ik hem geraakt? Ja, want dat wist ik niet. Ik weet dat ik de auto heb geraakt, maar heb ik hem ook geraakt? Heb ik rechtmatig gehandeld? Dat vraag je je gelijk af. Nou, je gaat voor jezelf terugdenken naar alles wat je geleerd hebt. En ik denk van ja, weet je, ik kon ook gewoon niet anders. En de eerste vrouwelijke collega die aankwam, die keek me recht in mijn ogen en ze zegt, Emiel, hoe is het met jou? Nou, toen heb ik gezegd van nou, dat ga ik nu even niet zeggen. Want ik wilde wel zeggen dat ik me niet goed voelde, dat ik spanning had en dat er emoties zijn die je niet herkent, hè? Want je maakt dit eigenlijk nooit mee. Toen heb ik tegen gezegd van op dit moment even niet. Ondertussen was er ook een auto gekomen om mij op te halen. En op het bureau aangekomen kwam mijn vrouw met mijn jongste zoon eigenlijk op dat moment aan. Zoon van net 2. En dat is dan zo fijn dat je daar even je ontlading in kwijt kan, want die jongen weet van niks. Die komt gewoon, die ziet papa in zijn motorpak. Interessant. En dan kan je even tot rust komen en dan zit je daar gewoon even 5 minuten en dan denk je van, weet je, ik ben gewoon door het oog van de naald gegaan. Ik had ook gewoon in het ziekenhuis kunnen liggen om misschien nog erger.